De tentoonstelling is getiteld Facing Van Eyck, The Miracle of Detail. En hier draait inderdaad alles om een detail, een kenmerk dat zo typerend is voor Jan Van Eyck, maar wat zo frustrerend is voor de bezoeker als die in het museum door een koord wordt tegengehouden om dichter te gaan kijken in dat schilderij. Ik ben Bart Fransen, curator van deze tentoonstelling. Ik werk in het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium. Wij hebben vanuit ons instituut de afgelopen 6 jaar een onderzoeksproject op poten gezet waarbij we het volledige oeuvre van Jan Van Eyck aan extreem hoge resolutie hebben gedocumenteerd. Niet alleen in gewone fotografie, ook met technisch beeldmateriaal zoals infraroodreflectografie, UV-fluorescentie en soms ook radiografie. Dat presenteren we hier op een zeer ingenieuze manier, interactief en ingedeeld in mens, natuur, architectuur, licht en techniek.